Moet je nou echt je eigen YouTube-kanaal hebben als ondernemer? Weet je, hey hoi, wat leuk dat je kijkt, zeggen en om duimpjes vragen? Bah! Denk jij dat ook? Snap ik best, want YouTube zit vol met vloggers, uitlegvideo's, dingen die je kinderen leuk vinden en soms ook totale flauwekul. Toch is het wel goed voor jou om ook als ondernemer je eigen YouTube-kanaal te hebben. Want YouTube biedt je een voordeel dat geen enkel ander platform jou biedt. En dat leg ik je uit in deze video. Ik ben de videovakvrouw. In een land vol onzichtbare ondernemers is je eigen smartphone genoeg om jezelf een podium te geven. Precies voor de mensen die jij graag wilt bereiken. Abonneer je even op dit YouTube kanaal als je zelf ook goed in beeld wil komen bij jouw doelgroep. Je hoeft van mij dus geen YouTube-kanaal, hè? Echt niet. Ik dwing je nergens toe. Ook al zit jij nu op dit moment een video op YouTube te bekijken. Op het internet is bijna alles heel vluchtig. Die interessante post op LinkedIn, die vindt na 2 weken niemand meer terug. En die mooie foto met die tekst op Instagram, die is na 24 uur al uit het zicht verdwenen. Hou jij het vol om dag in dag uit zo hard te werken aan je eigen marketing? Of moet je het na elke vakantie weer helemaal opnieuw gaan opstarten? Je eigen YouTube-kanaal als ondernemer. Ze zeggen dat het veel werk is, maar dat werk is tenminste niet voor niks. Een video op YouTube is geen steentje in het water. Een video op YouTube helpt je om gevonden te worden door mensen van ver buiten je eigen internetbubbel. En niet alleen vandaag en morgen, maar ook nog volgende week, volgende maand en over 3 jaar. De tijd die je besteedt aan je video op YouTube is dus een diepte-investering. Iedereen komt wel eens op YouTube. Kinderen, bejaarden en ook de mensen uit jouw doelgroep. Daarom kan je als ondernemer maar beter wel je eigen YouTube-kanaal hebben. Ook al heb je maar 10 abonnees. Als jij daar video's hebt staan die je doelgroep graag wil zien, waardoor duidelijk is waar jij ze mee kunt helpen. En als je ze de goede titel en omschrijving hebt gegeven, dan zullen ze gevonden worden door de mensen die jou nu nodig hebben. De best bekeken video op mijn YouTube-kanaal wordt elke dag nog wel een paar keer bekeken. De paar uur die ik dus gestopt heb in het maken en online zetten daarvan, dat was echt een diepte-investering. Wat doe jij aan lange termijn marketing? Toch ook maar dat eigen YouTube-kanaal? Of blijf je het liever houden bij elke dag een nieuwe Instagram-story? Laat het me weten via de comments onder deze video. En kijk nu meteen naar deze video, want daarin breng ik je op een idee om heel snel meerdere video's te maken voor op je eigen YouTube-kanaal.